Goedemorgen. Deze zegt bijna op. Maar ik haal er nog wat uit. Leuk dat je weer kijkt. Naar mijn hobby YouTube kanaal. Ik ben geen make-up artist. Ik ben gewoon een hobbyist. Zo, dan hebben we dat gelijk. Ik kijk af en toe daarheen, want daar staat mijn spiegel namelijk. Ik weet niet waar ik dit gezien heb. Ik denk dat ik hem nog één keer kan gebruiken. Ik heb laatst een full face of Chanel gezien. En toen dacht ik, oh wat leuk, dat kan ik ook doen. Dus ik heb Shop My Stash, mijn stash geshopt, hoe zeg je dat? En een hoop Chanel eruit gehaald. Ik heb de Le Beige. Dit ziet er echt heel ranzig uit. Twee pompjes. Nee. Nou, dat hoeft niet. Ik heb niet van die grote kringen vandaag. Zo'n beetje. Je weet inmiddels wel dat ik van een lichte dekking hou. Zeg maar, de make-up hoeft van mij niet al aan het einde van de straat te zien zijn. Maar dit is zo'n mooie foundation. Is serieus een van mijn favorieten. En kijk hoe makkelijk dit inblendt. Geweldig. Wie kijkt de slechtste chauffeur van Nederland? Ik vind het een hartstikke leuk programma. Ik heb een schurfthekel aan. Dat het dan iedere keer maar een klein stukje is, zeg maar. Maar ja. De bronzer van Chanel. Dat wilde ik eigenlijk even met zo'n ding doen. Hij is een beetje aan het opdrogen. Maar geeft nog wel genoeg pigment. Ik heb hier zeg maar zo'n kuil. Dan doe ik hem precies daarboven. Een kuil, een deuk. En een heel klein beetje hier. En dat gaan we weer uitblenden. Ik wou zeggen, er zat zo'n beschermdekseltje op. Dan heb ik de poeder van Chanel. Ja, je moet wat. Heb ik poeder nodig? Nee, vind ik deze finish mooi? Ja, maar ik hou niet van dat plakkerige gevoel op mijn gezicht. Dan pak ik er een beetje uit en dan swirl ik dat in de dop. Met deze Real Techniques borstel. Dit is een light layer borstel. En ik merk als ik het met mijn gewone borstel doe, dan wordt het te cakey. Droog. Ik hou gewoon van een droog gezicht, zeg maar. We gaan het poederige wel gelijk eraf halen. Zo. Zo.
Eens even kijken. Dit is allemaal oogschaduw. Dat gaan we vandaag niet doen. Ik wil, dit is een highlighter. Ik wil een blush. Ik wil een blush. Ik kan dat niet lezen, hè? Dit is Le Jean de Chanel Powder Blush Illuminatrice. Illuminating Powder Blush. In de kleur 5401. Made in Italy. Ik heb er daar nog één van. Dit is 5701. Die laat ik zo zien. Oh, misschien kunnen we die wel gebruiken vandaag. Want ik heb deze heb ik laatst al een keer gebruikt. En dit is 5701. Die is wat neutraler. En dan heb ik ook deze. Dit is de Blush Lumière in Peach Rosé. Wat is deze? Met een hele mooie patroon erin. Ik heb er natuurlijk nog meer, maar deze heb ik uitgezocht voor deze maand. Weken. Oké, dit is een hele... subtiele blush. Dit is natuurlijk typisch Chanel. En het geeft een hele mooie glow. Zie je? Maar de kleur is echt... Hij gaat ook niet helemaal goed dicht. Nou goed. De kleur is... ik heb geen highlighter nodig. Want ik heb deze blush doet genoeg. Maar ik laat hem wel zien. Ik heb deze. En dit is de... Rêve de Camellia. Die is nu helemaal hot and happening natuurlijk. En uiteraard heb ik die ook gekocht. Ik ga even mijn wenkjes doen. Daar heb ik geen Chanel ding voor. Dus heb ik een potlood van Catrice. Wat op een of andere manier de perfecte kleur is. Het enige jammere, het is een redelijk hard potlood. Dus in mijn geval betekent dat dat ik gewoon langer bezig ben. Ja, dat zijn wel goede zusjes. Je kan het heel lichtjes doen. Ik heb graag een wenkbrauw iets sprekender. Dat moet je allemaal zelf weten. Ik heb als oogschaduw... Ga ik weer even mijn bril pakken. Heb ik deze Les Quatre Ombres in... Claire Obscure. Dat is deze. Is helemaal mat. En dan heb ik deze. In 747 Mediterranee. Dit is van de Holiday Collection. Dat is allemaal glanzend. Maar ik heb ook. De Ombre Première in 22 Vison.
in mat. En high profile 46 in satin. Dat is deze. En deze. En die gaan we gebruiken vandaag. Daar heb ik zin in. En wat ik ook gepakt heb is de Pixie potlood. Waarbij ik denk dat ik alleen de Pixie potlood ga gebruiken. Ik doe die dingetjes terug. Want dit is een prima one and done kleur. Ja. En dan gaan we dat even blenden. En dat hoeft eigenlijk bijna niet, want het is gewoon een mooie neutrale shimmer. En dan heb ik van, wat is dit? Deze is van XX Revolution. Nou, hier kan ik echt geen kleur op ontdekken. Maar dat is een hele lichte, want dat vind ik fijn. Op mijn ooglid. Het is een beetje shimmery vandaag. Maar normaal heb ik voor zo'n Get Ready helemaal geen oogding op. Heel klein beetje lip primer. Dit is een gewoon standaard iets. Deze is van Catrice. Is gewoon eigenlijk om het een beetje. Mijn lippen waren een beetje droog. Even de wenkbrauwen. Nee, de wimpers natuurlijk. Oké, nou ben ik bezig met de Maybelline Curl Bounce. Die vind ik echt heel fijn. Maar ik heb natuurlijk ook nog de Volume de Chanel. Wat ik hiervan vind, is dat het heel lang nat blijft. Dus ik moet er echt voorzichtig mee doen. Want van de week had ik het en toen zat ik helemaal onder. En ik moet zeggen, ik hou gewoon een beetje van een wat drogere mascara. Maar dat is ieder voor zich. Ja, het is een mooie mascara, maar dan nou vergeet ik wel te tightlinen. Nee, laat me even drogen. De lippen. Ik heb van Chanel een lippotlood in een beetje donker bordeaux kleurtje.
Ik hoor Lulu spelen in de tuin. En doen we even het een beetje zo. Dan lijkt het echt op mijn lipkleur. En dan heb ik... Die heb ik dan nieuw, die heb ik nog niet laten zien van NYX. Dit is... een creamy lipstick in de kleur Thalia. Ik weet niet of ik dat wil. Nou ja. Ik denk even luisteren. Ik dacht dat ik Dennis thuis zou komen. Oké, dit is echt mijn lipkleuren maar beter. Mijn lipkleur maar beter. Gaat prima samen met die uitgevaagde. Dus hier heb ik weer mascara hieronder. Even. Lekker charmant, dikke onderkin. Ik kan kijken of ik een beetje kan tijdlijnen nog. Een beetje, dit een beetje. Dan heb ik een wit potloodje van NYX en die doe ik dan altijd graag een beetje zo. Aan de binnenkant. Een beetje oplichten. Dit is hem. Heb ik nog meer? Jawel. Ik heb nog meer uitgezocht hoor. Ik had de Catrice Concealer. Ik had de Milani Corrector. Maar die had ik niet nodig vandaag. Deze hebben jullie gezien. Wat ik had van Revolution Pro was een liquid blush. Nee, de rest zijn gewoon stapels die er altijd in zitten. Als gezichtsproduct had ik ook nog de keuze uit de Tinted Hydrator van Wet n Wild. Er liggen hier namelijk ook wat nieuwe spullen waarmee ik aan het spelen ben. Maar die is volgens mij dus... En die verdwijnen ook weer in de Shop My Stash. Nou, ik zag dat het ineens hier boller stond dan daar. Beetje zo, beetje... Dan heb ik hier zo'n deuk, lijkt wel. Ik zie niet helemaal naar mijn zin. Maar goed. Die lipstick voelt echt wel fijn. Dat was niet mijn plan, eigenlijk vandaag. Maar goed, deze is voorlopig ook goed. Ik vind hem heel mooi. Hij zit heel mooi. Hij glanst een beetje. Het is natuurlijk een creamy lipstick. Dus hij zal niet heel lang blijven zitten. Maar ik vind het een serieus mooie kleur. Nou ja, dit was hem voor vandaag. Dit was de Shop My Stash. Get ready with me. Even nog een lichtje op. Mijn oorbellen in. Dit zijn mijn go-to oorbellen. Ondanks dat ik gepoederd heb, zie ik er best glowy uit. Al zeg ik het zelf. Oh ja, wat ik ging zeggen over de slechtste weer van Nederland. Het moet bijna nep zijn. Zo slecht. Maar superleuk programma. Bedankt voor het kijken. Like en subscribe. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe make-up video. Ik noem het geen tutorial, want in principe leer ik jullie niks. Ik laat je alleen maar wat zien. En dan kun je een idee krijgen over de kleur die het is en hoe het zit. Maar
ik heb niet de illusie dat ik een make-up lerares ben in dat opzicht. Ik ben gewoon een hobbyist. En ik vind het leuk om make-up te proberen, te laten zien. En dat is het eigenlijk een beetje. Ik ga aan mijn dag beginnen. Dankjewel voor het kijken. Doei!